we leven in een wereld die zich zo snel ontwikkelt, waarbij het maar de vraag is of je in je organisatie alle antwoorden nog kunt vinden die je nodig hebt om tot de oplossing te komen. Het is enorm kansrijk voor speciaal programmamanagement, maar dat vraagt wel dat diezelfde programmamanagers ook aangesloten zijn bij die veranderende tijd. Wellicht zich veel meer verbinden met de buitenwereld, waar nodig ook technologie gebruiken. En dan is het een buitengewoon kansrijke periode. Doen ze dat niet, dan is het maar de vraag of ze in de toekomst überhaupt nog toegevoegde waarde kunnen bieden in die organisaties. Niet genoeg gelezen wordt en lezen help je, wat Jo bij zijn introductie ook al zei, bij het creëren van taal. Dus je ziet helemaal niks als je geen taal hebt, dan zie je alleen maar gebeurtenissen. En boeken geven je taal en indrukken of reflectiemogelijkheden. Ik diep onder de indruk ben geweest van het boek Deep Change, Diepgaande Verandering van Robert Quinn. Omdat het heel erg een zelfreflectie is op je eigen leiderschap. En ik iedereen zou gunnen dat hij of zij die reflectie ook heeft. Een gesprek volgens de Socratische methode, waarbij je dus niet meteen met oplossingen naar elkaars hoofd gaat smijten, maar probeert erachter te komen wat de onderliggende vragen zijn en wat voor mechanismen daarin spelen. Maar we zaten eigenlijk gewoon 3 kwartier in het donker en daarmee heel erg de dialoog voeren. En wat daarmee gebeurt is dat je niet wordt afgeleid door gebaren, andere dingen. Dus dat je heel erg spitst op het geluid en daardoor ook heel erg bij jezelf gaat nadenken wat een ander zegt en wat dat met je doet. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie manier. Vaak weet je het niet. Nou, dan is dit een vorm te zeggen, we weten het ook niet. Laten we met elkaar daar in gesprek over gaan. En je gaat, dus als programmamanager is het bijna de perfecte tool. Hoe raar het ook mogen zijn, dat je denkt, daar ga ik in het donker zitten. Blijkt het donker een hele comfortabele plek. En je moet ook niet alleen maar in het donker gaan zitten. Het is afwisselen tussen donker en licht. Om uiteindelijk met elkaar ook het licht te kunnen benoemen. Het zegt, goh, als we beslissingen moeten nemen, moet je dat niet in het donker gaan doen. Dan moet je het in het licht doen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Ik vind het vooral belangrijk om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te leren eigenlijk ook van elkaars missers, zeg maar. Down to earth wil praten over waar loop ik tegenaan als programmamanager, welke oplossing heb ik gekozen en welke oplossing hebben gewerkt, maar welke hebben zeker ook niet gewerkt. Dus ik vond het leuk om ook van anderen te horen hoe ze hun programma's managen, wat belangrijke issues zijn, wat valkuilen zijn. Ik was over een sessie over manipulatie en beïnvloeding. En manipuleren vind ik ook negatief, want het is beïnvloeden voor eigen gewin. Ja. Aan de andere kant, met het programma probeer je wel dingen voor elkaar te krijgen. Dus dan snap ik ook dat je daar allerlei middelen voor inzet. Mijn jongste zoon die zei dat hij geen melk mocht drinken tegen de oppas en dus appelsap kreeg, terwijl het helemaal niet waar was. Dat is een hele simpele vorm. Nou, als we zo als programmamanager aan de slag zijn, dan vind ik het niet zo erg. Het is een heel breed vak. Ja, en met ontzettend veel mensen te maken van allerlei niveaus en werkzaamheden, markten. En dat vind ik erg leuk. Het leukste van het vak is dat je echt als programmamanager echt dingen gedaan krijgt die je vanuit op allerlei andere posities niet gedaan krijgt. Samen met ons zijn ze een programcanvas aan het maken. Een schema waarin je kunt zien wat het doel is van het programma en hoe je dat gaat aanpakken. Planning is niet goed en is niet slecht. Het is een farmacon, het is een medicijn en gif tegelijk. Dat ga ik de mensen straks uitleggen.